midden in Haarlemmermeer ontwikkelt de gemeente de duurzame wijk Linken Park. Linken Park is dé ideale plek om te wonen en te werken, dankzij de goede ligging en verbinding met Haarlem, Leiden en Amsterdam. Ook zijn zowel het centrum, het station van Hoofddorp als de natuur van Park 21, de Tolenburgerplas en de Westeinderplassen dichtbij. De wijk bestaat uit 5 deelgebieden, elk met een eigen karakter en gebouwd door verschillende ontwikkelaars. In de wijk komen 1600 woningen in verschillende prijsklassen, zorgwoningen en voorzieningen. Linken Park is een wijk die de gevolgen van de klimaatverandering aan kan. De woningen staan op eilanden omringd door groen en water. Het wonen vindt plaats in een parkachtige omgeving met ontmoetingsplekken en gedeelde tuinen. De woonstraten zijn autoluw, want parkeren gebeurt in 9 parkeergarages. Hierdoor is er veel ruimte voor kinderen om te spelen. Daarnaast bieden de parkeergarages ruimte voor pakketkluizen, gemeenschappelijke ruimtes en werkplekken. In het centrum komen verschillende voorzieningen. Supermarkten, horeca, scholen, een sporthal, kleine bedrijven en woningen. Hierdoor is er altijd leven op straat. Het wonen aan de hoofdvaart is geïnspireerd op de boerenerven die al 150 jaar in Haarlemmermeer bestaan. Hier zijn buren samen eigenaar van de buitenruimte. Op de eilanden woon je in het groen en aan het water. Dit biedt mogelijkheden voor ontspanning en recreatie op loopafstand van je huis. In Rietlanden, het kleinste deelgebied van Linken Park, komen minder woningen en is veel ruimte voor groen. Linken Park is uniek door zijn aantrekkelijke ligging, het wonen in een park, het duurzame karakter en de ruimte voor ontmoeting. Particulieren kunnen samen woningen bouwen via collectief particulier opdrachtgeverschap. De gemeente Haarlemmermeer daagt ontwikkelaars en groepen particulieren uit om hier duurzaam te innoveren. Vanaf 2022 selecteren we de ontwikkelaars voor de eerste kavels. Voor meer informatie ga naar linkenpark.online.